er achteraan. Hoe, hoe zegt het woord? Zie hier, de heer Hendrik Verhees. Man van vele talenten. En zo druk dat hij nooit toekomt aan de huwelijkse staat. Geboren in 1744 woont hij bijna zijn gehele leven nabij de markt. En als architect ontwerpt hij menig gebouw, zo degelijk gebouwd dat diverse nog steeds bestaan tot in onze tijd. We noemen even het Protestants kerkje, het raadhuis en het schoolhuis in Lien. De laatste jaren van zijn leven is hij de eerste vrederechter in het kanton Boxtel. April 1813 overlijdt hij. Op zijn 200ste sterfdag in 2013 wordt op het kerkhof bij de St. Petruskerk op de locatie van zijn voormalige graf een herinneringsbordje onthuld. Uit de creatieve geest van de gemeenteambtenaar August van der Meer. Jas houdt van achter zijn donkere wolk het Bokstelse politieke en alledaagse wel en wee nauwlettend in de gaten. Sinds 2013 staat Jas op de UNESCO werelderfgoedlijst van immaterieel erfgoed. Later dit jaar, 2014, viert Jas zijn 65e verjaardag. Maar wees u niet ongerust. Jas gaat nog lang niet met pensioen. Dat kan ook moeilijk, want reuzen worden geacht zonder pensioen door het leven te gaan. Wij vervolgen onze rit, onze reis en Jas sluit achteraan. Zie hier de betreurenswaardige priester Eligius van den Aken, die tijdens het opdragen van de heilige mis in de Sint-Petruskerk het ongeluk heeft bij het consacreren van de wijn. Hij stootte de kelk op. De witte miswijn kleurt echter rood op het altaarlinnen. Van woed tracht hij in de dommel de vlekken uit te wassen, hetgeen niet lukt. Daarna verbergt hij de doeken in een koffertje onder zijn bed. Gedurende zijn leven draagt hij dit geheim met zich mee. Pas op zijn doodsbed vertelt hij het gebeurde aan zijn biechtvader. Zo ontstaat in Boxtel vanaf omstreeks 1380 de jaarlijkse verering van de heilige bloeddoek. Jaarlijks trekt in Boxtel de heilige bloedprocessie op drievuldigheidszondag door de straten. De zondag na Pinkster. Eligius van den Aken. Zie hier, markant, Bokstelaar, gemeentesecretaris en heemkundige van het eerste uur, Piet Doornbos. Geboren in 's-Hertogenbosch. Hij verhuist in 1937 naar Boxtel, waar hij in 1990 overlijdt. In 1941 richt hij de eerste Brabantse heemkundekring, die van Boxtel op is, daarvan gedurende 35 jaar voorzitter. Ook schuurt hij een bestuursfunctie binnen Brabants heem niet. In 1960 blaast hij de jaarlijkse Palmpaasoptocht nieuw leven in. Voor zijn vele verdiensten
wordt hij tot de ridder van Orde van Oranje Nassau benoemd. Piet Doornbos. Sint Barbara en Sint Joris. Het bestaat reeds in de 15e eeuw, verdwijnt in de 19e eeuw, maar wordt in 1996 weer tot leven gewekt. Voorheen uitsluitend bevolkt door mannenbroeders. Tegenwoordig kent men ook gildezusters. Een gildezilver bevindt zich in het Noord-Brabant Museum in Den Bosch. In vroege eeuwen waakten zij over de veiligheid van Bokstel en haar inwoners. Tegenwoordig wil het gilde vooral dienstbaarheid zijn aan de gemeenschap. Regelmatig trekken zij in alle glorie of met vliegend vaandel en slaande trom door de straten van Bokstel. Schietoefeningen en wedstrijden op hun eigen gildetrein of elders versterken de onderlinge band. Het tweejaarse koningsschieten en het kermiskoningsschieten vormen daarbij hoogtepunten. Contacten met gilden in de buurt staan eveneens hoog in het vaandel. Gilde Sint Barbara en Sint Joris. Hier in Brabantse kledij gehulde vrouwen, staande voor het Was- en Strijkmuseum. Het Was- en Strijkmuseum herinnert ons aan de tijd dat er ook vrouwen waren die herkenbaar waren aan een kromgeroeide rug en ruwe handen. Wasvrouwen, die vierde dobbelstroom van oudsher door Bokstel. Het schone water is uitermate geschikt voor het doen van de was. Dat gebeurt aanvankelijk allemaal met de hand. Wasstobben, wasbord, borstel, zeep, soda en zand. In het Was- en Strijkmuseum allemaal te zien. Brabantse dames sluit ook aan in onze tocht naar het museum. Gaudete is, verheugt u. Ziet hier wat expressie van volksdevotie vermag. Bokstelaar Ben van der Ven begint in 1968 met verzamelen en opent in 1991 zijn museum Gaudete aan de Eindhovense weg. Na zijn overlijden koopt de gemeente Bokstel de collectie aan die nu onderdeel is van Museum Bokstel. Kom, tot zien. Gaudete. School, Spelenleer, Sint-Petersschool en Angela-school hiervoor in allerlei
gekleurde petjes. Ik geef het woord graag aan de heer Van Over. Ik wil graag proberen het met deze toeter te doen, maar of het helemaal lukt, kan ik van tevoren niet zeggen. In elk geval, hoogheden zou ik willen zeggen, hartelijk welkom en u allemaal, u hebt de weg naar het nieuwe museum gevonden. Ik denk dat ik niet lang iets moet zeggen, want ik ben benieuwd hoe het er binnen uitziet. En alle jongelui hebben dorst intussen, denk ik. Dus, ik denk dat het hoogste tijd is voor de opening. En ik dan graag de jongvrouwen van Stapelen uitnodig om de opening te verrichten. Wij doen dat op een heel bijzondere manier. We knippen niet zomaar in dit doel, maar we hebben een grote schaar. Die gehanteerd zou moeten worden. En ik denk dat jullie nog nooit zo'n grote schaar gezien hebben. Maar hij werkt wel. Zes. Hanneke, Boksel vooruit. Heel druk bezig met de opening hier van het MUBO, Museum Boksel. Klopt, ja. Kinderen erbij betrokken, 4-5 verschillende scholen heb ik heel snel verteld. Kinderen mogen nu naar een voor hun speciale voorstelling kijken. Ja. We hebben net een klein stukje meegekregen. Maar wat geweldig wat daar op dat podium gebeurt. Ja, superleuk, hè? Superleuk. Ja, deze dames van Dramas, die maken speciale kindervoorstellingen inderdaad. Echt gericht op het MUBO. Dus die hebben zich ook ingelezen in het MUBO om vervolgens inderdaad de kinderen... En in Boksel, begreep ik. Ja. Want er werd van alles genoemd wat er in het centrum afspeelt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze zijn helemaal, ze zijn er echt mee bezig geweest om de voorstelling zo helemaal op het museum af te kunnen spelen. En inderdaad de kinderen ook zoveel mogelijk te betrekken ook. Ja, ja. Ja. De opkomst was grandioos. Ja. Ja, super. Ja, ook dat hadden we eigenlijk. Ja, we hebben er natuurlijk wel aandacht aan besteed. En ook in de media. En er zijn onwijs veel mensen op afgekomen. En het idee was dus ook van, nou, neem dan je ouders en neem de papa en de mama en de broertjes, zusjes mee en loop met z'n allen naar de optocht. Nou ja, dat idee, dat is ook helemaal uitgewerkt. En heeft inderdaad een hele hoop mensen op de been gebracht. Dus ja. Helemaal leuk, ja. Oké. Okay. Dankjewel, proficiat en nog ontzettend veel succes. Nou, jullie ook weer bedankt. Mevrouw Tossie de Man wil graag iets zeggen bij gelegenheid van deze opening. Aan jou het, alsjeblieft. Dank u wel. Namens het college van burgemeester en wethouders... wil ik iedereen welkom heten en wij zijn ontzettend blij dat de opening van het MUO zo'n enorme hoeveelheid mensen op de been heeft gebracht. Fantastisch gewoon. De vier collecties worden op een eigentijdse en attractieve wijze voor jong en oud aan het publiek gepresenteerd. En dat is belangrijk. Het is belangrijk dat je de geschiedenis van Boksel kent en dat je ermee kunt werken. Je kunt hier dus ook keien leggen. Als wij het niet samen doen en met hulp van heel veel vrijwilligers, dan kunnen we zulke zaken niet in stand houden of tot stand brengen. Daarom vraag ik aan u een applaus voor alle vrijwilligers van het MUBO. En als we de rest van de nieuwe taken net zo goed oppakken als ze dat hier bij het MUBO hebben gedaan, dan krijgen wij een heel sterk, krachtig, zelfvoorzienend dorp. Mijn complimenten en dank voor alle inzet. En namens het gemeentebestuur mag ik u een aardigheidje overhandigen. U heeft altijd geld nodig. Dank u wel. Dank u wel. Buitengewoon aardig dat vanwege het gemeentebestuur een couvert met inhoud wordt gegeven. Het verleden, het heden en de toekomst willen wij graag aan elkaar verbinden. En voor we dat gaan doen, reik ik een bloemetje over aan de wethouder. Met dank daarin tot uitdrukking gebracht voor alle bijzondere inspanningen. Graag.
Ik zie dat u net hebt rondgelopen. Wat was uw eerste indruk van het museum? Ik vond het heel erg leuk. Ja. Ik vind het heel leuk zoals het is opgebouwd. De verschillende facetten die aan het licht komen. En ik vind dit echt een initiatief dat heel veel waardering verdient. En het haalt natuurlijk heel Boksel, alles wat er gebeurd is, heden verleden, helemaal naar boven. Ja, zeker. Het is heel mooi vanaf 1167 zo. Ga je verder door de hele tijd heen van Boksel. En ik moet zeggen, ik heb echt genoten. Fijn, bedankt en nog een fijne zondag. Fijn, doe ook zo. Dank je wel. Je had bij iedere attractie, bij ieder puntje een mooi verhaal. Ja. Nou, het verhaal is opgesteld door Ruud van Nooijen, die natuurlijk heel veel weet van de geschiedenis van Boksel. En alles ook hadden we toch wel meegegeven van weer het zo kort mogelijk op te schrijven, zodat het ook begrijpelijk is. En de respons van de mensen was dat het korte en duidelijke verhalen waren. Volgens mij krijg je heel veel complimenten van de mensen die hier vandaag aanwezig zijn. Nou, het feit dat er al zoveel mensen op de opening zijn is al geweldig. En de reacties die we horen zijn ook heel positief. Dus heel erg leuk. Ja. Ik vind het ook zo mooi dat er een combinatie is. De allerkleinste, de kinderen worden overal bij betrokken. Ik begreep dat alle scholen hierachter al die bijna schilderijen zou je zeggen gemaakt hebben. Oudere mensen herkennen weer heel veel dingetjes die ze ergens zien. Bijna Bokselaar, eigenlijk niet Bokselaar. Wat vind je er zelf van? Want je leert zo heel veel. Ja, zeker. Ik heb heel veel geleerd over de historie en de geschiedenis van Boksel. En we hebben ook constant gezocht van hoe kunnen we eigenlijk iedereen die in Boksel woont of Boksel bezoekt, het hier aangenaam maken en inspireren. Dus daarom hebben we ook echt ook interactieve dingen gemaakt, zodat het leuk is voor de kleineren. Nou, ouderen herkennen zich natuurlijk in de oude foto's, maar we zoeken dan ook meteen weer naar de foto's van nu. Dus van hoe was het vroeger, hoe was het nu? En daar hebben we ook constant in ons achterhoofd gehouden en aan gedacht. Ja. Ja. Geniet nog van je succes, zou ik zeggen. Dank je wel. Wat vindt u van het museum? Ja, geweldig. Ik vind het sowieso al dat ze dus van de vroegere HAVO deze verdieping zo mooi hebben aangekleed. Wat ik heel mooi vind is sowieso ook van het herkbloedwonder, van hoe het allemaal ontstaan is. In ieder geval, dat wordt heel goed uitgelegd. En ook met alles wat al de beelden, wat er allemaal bij hoort. En de nostalgie. Je kunt hier wel 2 dagen rondlopen als je alles wilt zien en lezen. Ja, heel bijzonder. Leuk dat ze dan ook zo'n grote opkomst hebben. Als ik u zo hoor, gaat u zeker nog een keer terug. Jazeker, ja. Ja, ja, en het komt ontiegelijk veel mensen op af, dus dat leeft toch wel. Ja. Treffen jullie hier op de eerste verdieping? Hebben jullie de benedenverdieping al bekeken? Jazeker. Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vind het heel mooi, een mooie binnenkomst, verzorgd en ja, sfeervol. Ja, ja. Die tafel vind ik een heel goed idee. Zie je de mensen meteen. Mensen willen altijd dingen terugkijken, foto's van vroeger, herkenning. Ze zoeken zichzelf. Of ja, hun school, hun kerk, hun pleintje. Ja, dat is leuk. Dat doet het heel goed. Ja. Jullie zijn nog niet uitgekeken. Nee, nog lang niet. En ik denk ook dat wij dus in een andere setting hier zeker terug gaan komen. Zo met een familiedag, een clubje die een keer een uitstapje wil maken met iets meer inhoud. Dan denk ik dat wij hier heel goed terecht kunnen. Ja, dat is een leuk idee. Ja, lijkt me een heel leuk idee. Ik denk dat je dan voldoende stof hebt tot gesprekken. En het is met de vrijwilligers. Er zijn voldoende gidsen. Dus op een gegeven moment kun je dan ook een gegidste rondleiding nemen met een groepje. Versiert je dag. Heel veel plezier nog vanmiddag. Ja.